Yes! Wakkoorde! Kom! Wat is er? Waarom maak je me wakker, Torbert? Ik lag nog lekker te slapen. Heb je dat niet door? Sorry, ik was benieuwd of je baard nog langer is geworden. Hij is al bijna tot je tenen. Oh, dit meen je niet. Ik moet echt naar huis, Torbert. We moeten heel snel naar Bloemburg, want mijn baard die gaat groeien tot aan mijn tenen. Oh. En dat wil ik niet. En waarom heb je je spullen al gepakt? We gaan morgenochtend pas weg. Het is nog diep in de nacht. Nee, we gaan nu weg, want we hebben waarschijnlijk nog een lange tocht te goed. En ik wil ook naar huis. Ik wil mijn eigen bedje in en ik wil slapen. Maar Torbert, we moeten wel de weg zien te vinden naar Bloemburg. Je hebt de kaart toch, of niet? Die heb ik wel ergens in mijn tas zitten. Ga maar niet zeggen dat je de kaart kwijt bent, hè? Want dan komen we al helemaal nooit meer thuis, Torben. Ik heb hier vast nog eten. Dat heb ik sowieso. Ik heb helemaal niks meer, want ik ben al mijn spullen kwijtgeraakt. Doordat we telkens doodgaan door die creepers onderweg. We hadden nooit op vakantie moeten gaan. Oh, hij zat helemaal onderin mijn tas. Sorry. Geef eens hier, dan kijk ik wel even waar we heen moeten. Alsjeblieft. Torben, en we hadden nooit op vakantie moeten gaan. Want we weten de weg niet meer terug. Dat is zo dom geweest van ons. Nee, dat was niet helemaal slim. Maar dat was jouw idee. Sorry trouwens dat ik je boot heb opgeblazen. Misschien was dat ook niet slim, want dan konden we met die boot terug naar huis. Nou, niet mij slaan. Oké. We moeten... ik kan geen kaart lezen. Jij moet even kijken. Waar moeten we heen, Torben? Ik heb echt geen flauw idee waar we heen moeten. Wacht. Oké, waar is het noorden? Het noorden is dik. Torben? Zie jij dat ook? Zie jij dat? Waarom is de lucht paars? Ik heb nog nooit de lucht paars gezien. Ik dacht dat we het over jouw lelijke baard hadden. Maar over mijn lelijke baard? Torben, ik kan er ook niks aan doen dat ik een baardgroei heb en jij niet. Sorry. Wat vind je trouwens van mijn nieuwe schoenen? Die heb ik gekocht op vakantie. Ze zijn mooi, maar ze zijn wel een beetje afgetroggeld. Ja, ik heb die gekocht met dat diamond blok die we op vakantie hadden. Sorry. Oké, weet je, volg mij maar. En dan... Torben, ik wil je wel volgen, maar waarom is de lucht paars? Ik heb dit nog nooit gezien. Straks zijn er allemaal enge dingen daar, ik weet het niet. Moeten we niet gewoon slapen? Is dat niet gewoon gebeurt dat niet gewoon, één keer per jaar dat de lucht gewoon mooi is of zo? Torben. Ja. Misschien betekent het wel dat Herobrine er nu is. Ken je Herobrine? Herobrine is een eng monster in Minecraft. Waarom ga je de hele tijd zo dicht bij me staan? Ja, omdat jij dicht bij mij komt. Ja, maar niet zo dichtbij. Oké, Herobrine is een eng monster in Minecraft, dus we moeten uitkijken. Ik heb mijn zwaardje bij de hand. Jij hebt dat allemaal niet. Ik heb helemaal niks meer, omdat ik telkens doodga door de creepers. Ik heb alleen een hele mooie baard. Misschien schrikt dat wel de Herobrine af. Ik weet het ook niet meer. Weet je, Weet je, als je in de pinaren komt, kan je die gebruiken. Dan kan ik scheppen. Oké. Torben, we moeten even het kamp afbreken, want we weten niet hoe ver het nog is. Telkens die tent op en afzetten, daar word ik echt helemaal gek van. Hoe lang doen we dit nou al, een week? Ja, zoiets. Maar wie weet zijn we er vandaag? Ja, ik had gewoon nooit jouw boot moeten slopen op vakantie. Daarom zijn we zo lang weg uit Bloemburg. Dit was gewoon niet zo slim. Met mijn vinger kijken waar Noord is. Ik weet het echt niet meer. Oké, Torben, ik heb de tent bij me. Ik volg jou. Let's go. Ik heb ook mijn schep die bijna kapot is. Maar als er een creeper komt, dan pakken we die. Komt helemaal goed. Oké, let's go. Let's go. Let's go. Ga lopen dan. Ik weet ik moet lopen. Ja, nee. Sorry, ik weet toch helemaal niet waar we heen moeten, Torben. Ja, ik word een beetje... Wat? Oei! Bloemburg! Hebben wij hier nou een hele dag... Dan hadden we net zo goed gewoon in Bloemburg kunnen slapen. Dit is jouw... Jij wou gisteren die tent al daarop zetten. Ja, jij bent echt een pannenkoek, Torben, jongen. Ik was moe. Ik heb helemaal geen eten meer. Ik wou gewoon even lekker slapen. Ik weet het ook allemaal niet meer, hè. Kijk uit voor de... Torben! Torben! Kijk uit voor de lava! Water! Jij bent zo dom, hè. Torben, jij bent zo... Ik zag het toch niet? Ik zat die kaart te kijken, joh. Er staat daar een... Wat is dat? Een ezel. Misschien meteen leuk als een nieuw huisdier, Torben. Dus zijn we terug in Bloemburg, meteen een nieuw huisdier erbij. Is dat niet leuk om te doen? Hoe noem je hem dan? Ik noem hem dan Jesse Ezel. Nee, dan noem ik hem Torben de Ezel. Ik denk dat wel... Waar is de ezel nou? De ezel is weg. Toch? Oh. Hij staat Hallo, ezel. Hallo. Torben? Ja. Waarom staat de Bloemburg in de brand? Torben, niet op de ezel. Op de ezel, dat is mijn ezel. Daarom wordt hij boos. Kijk, ik mag namelijk wel op hem zitten. Zie je? Is dat jouw huis dat in de fik staat? Oh ja, ik was even afgeleid. Torben? Kijk eens naar het Bloemburg-bord. Wat is er gebeurd? Jij, heb jij weer... Heb,
Ik heb niks gedaan. Is Pato vrij? Is Pato... Kom, we gaan bij Pato kijken. Sowieso dat Pato het heeft gedaan om vrij te nemen. Die vuile dief. Is hij ontsnapt? Pato is ontsnapt, dit meen je niet. Wat een vuile dief. En nu gaat hij alles weer stelen van ons. Dit is niet leuk. Huh? Oh. Waar is dat politiebureau? Het politiebureau stond hier, toch? Het was toch hier? Het politiebureau stond hier... Oh, Torben, wat is... Oh, nee. Is het Pato? Nee, ik denk de bewakers, want hier ligt er nog één. Dit zijn de bewakers. Nee. Zie je wel, Pato heeft de bewakers vermoord. Zie je wel, Pato was niet te vertrouwen. Hoe heette die bewakers ook weer? Was het Bert? Bob en Karel of zo? Ik weet, ik weet het ook niet meer. Torben, ik vind dit wel een klein beetje eng. Moeten we ze niet begraven of zo? Torben. Ja? Wat is dat? Waarom staat de boom in de fik? En wie staat... Torben! Nee! Stil! Wie staan er bij de bomen? Wie zijn dat? Wie zijn al die mannetjes? Ken jij die? Nee. Ze zien er heel eng uit, Torben. Ze zien er een beetje uit als mini-Endermans. Ze hebben paarse ogen en paarse lichamen. Waarom staat dat boom in de fik? Tom, dat is ik moet die boom uitzetten. Dat is een wensboom. Maar wat kan je allemaal met die boom dan? Ik weet het niet. Ja, alles wensen wat je wil. Alles wensen wat je wil. Alles. Waarom steken ze hem dan in de fik? Dat is toch dom? Maar dat moeten we stoppen. Ja, Tormen, we kunnen daar niet zomaar heen lopen. Want er zitten allemaal... Ik weet niet wat het is. Ik vind ze eng. En ik heb alleen een schep. Dus hoe gaan we dit doen? Ja, ik heb wel een zwaard. Ja, maar we weten niet wat ze doen of wie ze zijn. Oké, wacht. Ik heb een idee. Als we nou even naar huis gaan, dan kunnen we ons voorbereiden, spullen pakken. Dan kan ik even mijn baard scheren. Is dat een goed idee? Ja, je baard is echt heel lelijk. Oké, kom. We gaan gewoon naar Bloemburg. Bloemburg staat trouwens ook in de fik. Dat hebben sowieso die soldaten gedaan. Dat kan maar niet waarom? Anders. Is dit Pato of is dit... Weet ik niet. Nee, denk het niet. Nee, zijn eigen huis staat in de fik. Niet alleen in de fik. Zijn hele huis is kapot, Torben. Oh. Torben, hier zijn weer die soldaten. Broer! Broer! Wat is er? Broer! Kijk naar Bloemburg zijn. Wat? Bloemburg zijn? Er staat er een gigantische gast! Torben, wie is dat? En waarom heeft hij een Netherite Enchanted zwaard? Torben, wie is dit? Ik durf niet. Torben, wie is dit? Torben, we moeten een manier zien te vinden hoe we thuis kunnen komen. Want daar liggen de spullen waarmee we ze kunnen verslaan. Maar er staat hier letterlijk een gast voor onze neus. Ja, we moeten ze niet bespieden. Hoe zeg je dat? We moeten er langs sluipen. Hoe gaan we dat doen? Er staan er letterlijk twee bij jouw ingang. Ja, en Torben... Er staan ook bij mijn ingang, mensen. Hij kijkt ons aan. Er staan ook twee bij jouw ingang. Wie is dat? Hij heeft een kroon op. Waarom heeft hij een kroon op? Waarom is Bloemburg nou alweer de Sjaak? Waarom altijd Bloemburg? Ik snap er helemaal niks meer van. Torben, ik heb een idee. Ik heb een idee. Ons vermonden als koe? Nee, ik zag je al naar die koe kijken. Rennen. Ik heb een idee. Ik heb een achteringang. En misschien kunnen we via die achteringang naar binnen. Kijk dan, wat een eng mannetje. Oké, ik volg jou. Ik durf niet. Wacht, hier. Dankjewel. Ik heb helemaal geen honger, Torben. We hadden nooit op vakantie moeten gaan. Nee, jij had mij nooit moeten volgen op vakantie. Want dan had jij hier kunnen blijven en Bloemburg kunnen beschermen. Ja, maar daar had ik niet over nagedacht. Oh, kijk dan. Pato's hele huis is kapot. Dit meen je niet. Oké, hopelijk staan ze niet bij de achteringang. Dat zou echt perfect zijn. Dan kunnen we naar binnen, dan kunnen we spullen pakken. En dan kunnen we ze verslaan. Dat is denk ik het allerslimste om te doen. Kijk, hier is de achteringang. Oh, okay. Ik heb echt in mijn hoofd gewoon spannende muziek aanstaan. In je hoofd? Hoezo heb je in je hoofd spannende muziek aan? Ja, gewoon omdat ik het spannend vind. Ik hoor spannende muziek. Oh, jij hoort zelf spannende muziek. Ik heb de nieuwste AirPods, die heb jij niet, hè? Nee, ik heb helemaal niks. Nee, die heb ik gevonden op vakantie. Torben, doe nou niet! Stil! Ga jij maar eerst. Nee, zeg kom maar of het veilig is. Nee, jij kijkt eerst. Nee, ik kom maar binnen. Torben, kom nou snel naar binnen. We moeten naar boven. Stil, ze staan hier voor de deur. Kom naar boven. Oké, hier is helemaal niemand. Torben, hoe gaan we dit aanpakken? Wat moeten we aanpakken? Waar beginnen we? Ik weet het niet. We moeten die mannetjes pakken. We moeten sowieso bij de boom zien te komen. Die boom, ouwe. Die boom, dat kan niet. Misschien zijn ze wel vriendelijk. Ik weet het niet. Wacht. We moeten naar boven toe. Kom. Kijk dan, Torben.
Hier staat hij. Wat komt deze man allemaal doen? Hij is groot. Hij is echt groot. Oh, kijk uit. Kijk uit, zo ziet hij ons. Schuil achter een dikke panda, Torben. Schuilen ja, achter een dikke panda. Is het toch goed dat ik dat als cadeautje ooit aan jou heb gegeven? Ik ben de koning stil, van deze die? Server. En er is niemand die mij zal stoppen. Ga naar binnen. Torben. Ga naar binnen. Soldaten. Iedereen die je tegenkomt, roei ze uit. Die schat is Torben, waarom heeft hij zo'n enge lach? Waarom? Oh, Torben. Heeft hij ons gezien? Ik weet het niet, maar we moeten uitkijken, want anders worden we uitgeroeid. Oh. Oké, wij moeten echt even onze hersencellen aan het werk zetten. Wij moeten gaan nadenken. Oh, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wacht, hebben we hier nog spullen die we kunnen gebruiken? Pickaxe? Ja, ik heb een zwaard. Heb jij mijn spullen weer gestolen? Nee, ik heb mijn spullen niet gestolen. Ik heb een paar spullen die ik kan meenemen, maar ik heb verder helemaal niks meer. Ik heb alleen maar dit. Ik weet het, het is lelijk. En mijn baard moet eraf. Oh, wacht. Ik heb ook, kijk, deze nog. Oh, yeah. Ik ben dom geweest, Jesse. Oh. Mijn diamond fully enchanted armor. Ja. En ligt beneden in mijn huis. Maar er staan er ook bewakers. Dus ik kan er niet komen. In jouw kelder ligt armor. Dat moeten we hebben. Ja. Ja, okay. En als het goed is, maar dat weet ik niet meer. Ik heb natuurlijk ooit met die boom gesproken. Ja. Die zei dat als er ooit iets met de boom aan de hand zou zijn... Ja. Dat we ergens diep onder de stad moesten kijken. Ik weet niet waarvoor. Ik vertrouw die boom niet. Ja, ik wel. Oh. Ik vertrouw hem nu in zijn huidige staat ook niet. Maar misschien kunnen we daar iets mee in de volgende keer. Oké, okay, dan gaan we dat doen, Torben. Ik ga nu slapen. Ow. Of nee, ik ga niet slapen. Ik weet het niet, Torben. Nee, we gaan nadenken over wat we gaan doen. Oké, is goed.